We gaan vandaag iets vertellen over vandaag. We zijn vandaag de kinderen die hier waren, teruggebracht naar hun dorp. En dat doen we niet zomaar even met een busje naar het volgende dorp. We zijn 2 uur wezen rijden met een busje. 35 kilometer. Ja. Hobbelig. Bergwegjes, half geasfalteerd. Berggeiten zijn we tegengekomen, koeien, alles liep de weg. Maar het was heel leuk. Toen kwamen we bij een stauwdam en stuurdam. En toen gingen we daar op een bootje en daar gingen ook de kinderen nog mee. Niet alle kinderen, want sommige kinderen gingen hier ook wel weg met een busje. En toen hebben we de kinderen dus met een bootje weggebracht naar hun dorp. Maar je moet het zo zien, we gaan dus naar een berg en onderaan de berg zetten we de kinderen af. En zij klimmen. En zij klimmen naar boven. Ergens in de bosjes, daar zit hun huis. Dus. En wij zouden daar 1,5 uur over doen. Zij doen het in 3 kwartier. Ze gingen ook echt heel snel naar boven, want we gingen wel zwaaien naast ze. Maar ze waren echt al heel snel omhoog geklommen. Ja. We hebben met z'n allen heel erg gezwaaid, want we gaan natuurlijk heel erg missen. En daarna zijn we nog een stukje wezen varen over het meer. En hebben ook nog gezwommen in het meer. Om eventjes gewoon te relaxen. Ja. Dat moet ook gebeuren. Ja, toen hebben we de hele weg weer terug geshaked. En nu zijn we weer terug hier. Nu zijn we hier terug en we gaan nog even een dag of 2 relaxen. En even bijkomen van deze mooie werkvakantie.